Hey mensen, je kijkt naar Spooky1611 en welkom bij een nieuwe aflevering van Uncharted 4. We gaan weer verder, we zijn hier met Elena. Ja, wil je het hele verhaal nou weten, moet je dan toch echt even die andere aflevering allemaal zien. In deze crazy graphical masterpiece. En qua verhaal natuurlijk, masterpiece. Gaan we weer verder. Ja, ik weet niet of er nog een treasure left is. Wow, we gaan nu iets moois zien, 100%. Oh man, het ziet er allemaal zo mooi uit. Daar gaan we weer. We gaan deze kant op. Daar is de lift. Steeds dichterbij. Hebben we zwemvesten bij ons? Denk het niet. Dit wordt nog wat. Wow, zag je hoe die auto langs die lianen ging? Geweldig. Ja, ik denk dat we het beste hier langs moeten rijden, want die stroomversnellingen... Ja, dat ziet er nou niet echt goed uit. Daar gaan we. Oh, oh, hou je vast. Hou je vast. Habes. Je hebt inderdaad echt geen controle in die stroomversnelling. Oh. Kunnen we door de deur? Hey, hey. Yo. Dan moet die deur wel open. Maar dan moeten we eerst even kijken hoe en wat. Man, man, man. Dat geweer heeft een coole camo. Oké. Daar gaan we. Oh nee! Oh nee, Nate! Ah! Ah! Nu komt Elena me halen. Daar kon ik niet echt... Waar is Elena? Oh, Elena is daar ook naar beneden gegaan. Elena, help! Of sta je daar vast? Voor mijn gevoel staat Elena daar een beetje vast. Als het goed is moeten we die sluisdeuren... moeten we inderdaad iets mee doen. Dat ziet er beter uit. Kijk, hoppakee. Nou, daar gaan we. Is Elena... Oh, Elena is niet dom. Zeker niet dom. Holy shit. Cool. Daar gaat hij. Daar gaat hij niet. Waarschijnlijk moeten we weer tabben. Tuurlijk, staan er rotsen voor. Dus moeten we die andere kiezen. En het ziet er al uit als een soort ledges. Ja. Yep. Oh, we moeten daar meteen in één keer op. Oh. En daar gaan we. En achter deur nummer 2 hebben we... Oh, weer niet. Kom op, doe het. Ik ben aan het tabben. Wat zit hier achter deur nummer 2? Ja, dat gaat ons lukken daar. Nu vraag ik me één ding, hè. Ik vraag me één ding gewoon af. Wat als ik nu dit doe? Oké, dan gaat hij naar beneden. En wat zegt Elena dan? Niks. Oké. Goed. Het is niet dat hij dan ineens open kan blijven. Nee, je kan hem gewoon ook weer dicht doen. Heel goed gedaan. Echt waar. Want heel veel games hebben dan zoiets van... Nee, nu is het een fixed point, weet je wel. Dat moest ik gewoon eventjes laten zien. En eventjes... eventjes bekijken. Want dat vind ik wel een leuk iets. Nou, daar gaan we, Nate. Door het water. Holy shit. Wat was dat? En daar gaan we. We kunnen. Woehoe. Op safari. Daar gaan we weer. Oké. Ja, dat kan ook. Shit. Dat scheelde... We moeten meer snelheid. Oh, we moeten het ook nog echt zo fixen. Cool. Ah, kijk. We moeten echt die ramp doen. Leuk hoor. Oh, even hierop. Daar gaan we. En daar gaan we dan. Go. En go. Zo. We did it. Ja, ik had het ook niet verwacht hoor. Ik had het ook niet verwacht. Damn. Deze jeep heeft wat te verduren. Daar kunnen we niet langs. Dus dan moeten we daarheen. Gassen. En we zijn boven inderdaad. Want ik zie de lift daar. Mooi hoor. Daar kun je ook nog allemaal kijken, zie je dat? Daar is het trappetje. Dan ben ik gewoon al benieuwd waar dat naartoe leidt. Dus dat gaan we bekijken. Waar leidt dit naartoe? Een huisje? Wie zou hier gewoond hebben? De elevator keeper. Inderdaad. Hey, daar hebben we weer een treasure. En waar leidt dat dan verder heen? Nog een cave. Oké, gewoon een beetje open dingetjes. Leuk. Heel leuk. Dat was gewoon een extraatje voor een treasure. Elena, hoppakee. Hoe groot is de kans dat deze lift het doet? Ja, de water wheel is working. Dat zag ik ook. We hebben daar een water wheel. En die werkt nog. Waarschijnlijk moeten we daar ook wat doen. Dus ik ga nu al hier kijken. Ik zie daar ook al iets dus waar je omhoog kan. En een treasure bij het water wheel. Oké, nog een treasure. You saw it first. Apart. Wat een lift jongens. Damn. Nou, laten we even kijken, hè. Wat moeten we hier doen? Hey, give me hand with this. Kan je me even helpen, Elena? Daar gaan we. Daar gaan we. Nou. Damn it. Hij blijft niet. Doe die auto er maar onder. Come on, Nate. Damn, Nate. De power. Oeh, kan er nog maar net onder. Oeh. Dat doet pijn. Dat is zwaar. En daar gaat hij. Gaat de lift werken, ja of nee? Hij werkt. Oh my. Hij werkt gewoon. Dat dit nu nog werkt, hè? Ongelooflijk. Wat een engineeringwerk. En wat een uitzicht. Like, seriously. Oh, weet je met die bear? Take a postcard. Nou, inderdaad. Ja, Libertalia. Come for the beautiful views. Stay for the life or death gunfights. Man, oh man. You change your mind. Huh? You said you almost didn't come back. Maar waarom wou je wel komen? Trouwbelofte, daar komt hij al. Vandaar dat het chapter zo heet. For better or worse. In voor- en tegenspoed. Ze heeft het er wel moeilijk mee, kan je horen aan haar. Maar echt leuk dat je dan even zo'n momentje hebt. En Nate nog eventjes die hier zo staat. Staat nog even zo te balen. Je zou hier zo weer een foto van kunnen maken. Wat mooi is dit joh. Wat is dit mooi. Beautiful. In ieder geval exit de fotoboot. Want we gaan weer verder. Here. Give me a hand with this. Help eens even. Okay. Okay. You know, even if you think that you're protecting me, you don't have a right to shut me out like that. No matter what it is, you're supposed to come to me so that we can work through it together. As a team. I know that. Really, I do. It's just. I Nou, wat is het, Nate? Wat is het? We should stay focused. Dit is inderdaad niet het moment ervoor. Oké. Okay. Daar is Nathan Drake het wel mee eens. Next stop, New Devon. New Devon! Dat is waar we naartoe moeten. Man, de muziek wordt alleen maar mooier. En wat een mooie begroeting hier. En zie dat beeldje daar van meneer Avery. En hoe mensen hier binnenreden. En hoe je amper het autogeluid hoort. Omdat je gewoon even volledig meegesleept wordt. Oh man. We rijden in een stukje historie. Op een stukje historie. Hier was New Devon. Een nieuwe plek voor die piraat. Avery. En gaan we door een tunnel of zo? Of gaan we langs de berg? Man, oh man. Zie ze eromheen kijken. Unbelievably mooi. Wauw. Daar hebben we hem, hoor. Hey, Elena. Nate? We're here, yeah. Sully. We zijn er. Still in the air. Now a bunch of shoreline vehicles heading north. Guess we'll see them soon. You two doing okay so far? We hit a few hitches, but so far so good. Het gaat gewoon goed, hoor. Keep in touch, will you? I'm not the no news is good news type. Oké. Sully geeft wel altijd om ons. Dat vind ik echt heel cool. Damn. Dit is toch crazy. Weer meer beeldjes. Ja. Daar kunnen we niet meer langs. Maar daar wel. Even kijken. Hier was de ingang. Oh god. Oh god. Oh god. Plankgas. Plankgas. Nee! Oh nee! Oh nee, nee, nee. Nee. We gaan richting de waterval. Oh my god. Oh god, oh god, oh god, oh god. And it's happening, it's happening. Zet je schrap. Hou je vast. Oh. Die rotsen daar. Spring, 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 spring. Oh. Nee. Nee, 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 nee. Oh god, nou je ziet het al. Je ziet het al. Waterfall. Oeh. Oh my god. Uh-oh, de boom. The tree is not okay. Oh man. Oh. Oh man. Elena. Je ziet Elena de moeite hebben. Meteen weer zo inzoomen op die gezichtsexpressies. Ja, dat was de auto. Nee, nee, nee. I wasn't trying to protect you. Hij deed het niet om haar te beschermen. We both did. Yeah, but I broke it. I didn't tell you because I was afraid. Afraid of what? Nathan Drake was bang om Elena te verliezen. I guess I was protecting myself. Wow. We have a lot of ground to cover. Elena wilde liever niet over praten at the moment. En Nathan die loopt constant erover te beginnen. Bij elk stukje een beetje sentimenteel. En zichzelf reflecteren. Maar ja. Ik weet dat het heftig is. Maar Elena is hier en Nathan is hier. En we moeten eigenlijk wel Sam terughalen. Wat voor klootzak het ook is. Dan ga je niet laten opfucken door Rafe. En de game gaat er alleen nog maar mooier uitzien. Hoe kan dit? Ik dacht dat ik alles wel gezien had. Nice. How do we get up there? Oh, dat is heel glad blijkbaar. Dan moeten we dan daar net voor stappen. Hij heeft echt een mooi eiland gekozen. Nou. Nu moeten we naar de overkant. Of kunnen we hier via de rotsen? Nee, ik denk dat we echt via daar moeten. Dus... Spring! Oh nee, kut, dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Ah, ik heb het gemist. Let's try that again. Ja. Oh, wat? Oké, dat kan ook. Maar ik weet al hoe dat moet. Je moet daar natuurlijk wat meer daarvoor springen, zodat je weer naar beneden glijdt. Toen ik sprong dacht ik, nee, waarom doe je dat, Sander? We moeten hier en dan zo. Oeh, oeh. Oeh, dat scheelt niet veel. Dat is een redelijk intensieve. Maar nu hebben we hem gehaald. Al die mosquito's hier ook. Ik ga toch heel snel even hier kijken. Want we kunnen hier ook helemaal doorlopen. En we hebben hier allemaal van die mini caves. Maar daar hebben we niks hier. Nope. Dan hebben we hier ook weer één. Maar hier hebben we ook niks. Of komen we hier op een plek waar we normaal dan niet mogen komen? Het ziet eruit dat we uiteindelijk hier omhoog moeten. Maar we kunnen daarboven dus ook allemaal nog gaan kijken. Er zijn veel manieren naar Rome, zoals je hier ook weer ziet. Maar ik ben gewoon ook benieuwd wat hier allemaal te vinden is. Of daar. Want daar ligt iets. En dat zouden we hebben gemist als we daardoor gingen. Wat ligt daar? Die kerel is helemaal alleen. En wie was dit? 1718. I bade farewell to Eleanor and little Abigail at midnight. They joined the other escapees aboard. Dit is een kapitein. My darling Eleanor, my sweet Abigail, should I perish here, should I fail you? Know that I only wished us happiness and prosperity, but perhaps you will still have a chance for yourselves. Zijn afscheidsbrief. Oh, rest in peace, my pirate friend. Yeah, rest in peace, my pirate friend, indeed. Nou, we gaan wel vanaf hier even. Ik vind dat wel cool zo met die waterval. Waterval water. Oké. Nou. Wauw. Wauw. Dat ligt hier. Kijk dan. Kijk dan, hoe mooi. Oh. Blijf me verbazen, elke keer. Oeh. Wat een skeletten. Jakuba. Allemaal kolonisten. Yo. En dan loop je dan zo doorheen en hoor je ook nog al die geluiden. Ze zijn opgestapeld. Dit is een massagraf. Nou, lekker. Wegwezen. Oh, hallo. Traitor. Verrader. Dat is echt niet fijn om zo dood te gaan, lijkt mij inderdaad. Oh man. Dit ziet er niet goed uit. Je zal maar vastzitten in zo'n... This is gross, man. Nou. We moeten hier omhoog. Dan hier. En dan... Denk ik gewoon hier. Gaan we daar aan hangen? Sorry buddy, no disrespect. Sorry buddy. Oh man. Yo, mag ik daarheen? Dank u. Nou ja, ga daar maar gewoon op. Man, oh man. Nu moet alleen naar daar nog. Ik ben benieuwd of ze dat doet. Ja hoor. Nou. Nog meer kooien inderdaad. Overal van die vieze kooien hier aan. Wauw. Dit is zo mooi. Nou ja, het is niet mooi natuurlijk, maar... Ik kijk mijn ogen gewoon uit, dat ik er soms gewoon helemaal stil van word. Nou. No, nog veel meer. Oh my god. Oh my god. Chapter 18 meteen binnen New Devon. Damn. Wow, ze liep gewoon tegen die dingen. What the fuck. This is crazy. Dit is echt erg. Oh man. Damn. Al die mensen in die kooien, man. Al die mensen in die kooien. How the hell. Dan hebben we hier de ingang. Maar we moeten er overheen. Nou zien we dus weer een hele klimscenario ontstaan hier. Wat staat dat er daar? Ja, en hier staat Dignafactis Recitemis, zoiets. Oh man. Treasure! Dat blinkt daar een treasure. Wauw. Dit is insane, man. Ik ben er gewoon helemaal stil van. Al die mensen die zijn daar flink uitgemoord. Nou. Daar gaan we dan. Habagay. Ik heb gewoon even... Nee, die zien inderdaad niet steady uit. Daar gaan we heen. Daar gaan we heen. En wedden die gaat vallen. Oeh. Excuse me? Nou, lekker. Hij is eindelijk gelijk met de aarde. Wow, die vlag ook. Die daar is gehangen. Yo, die belichting op Elena haar arm gewoon. Ongelooflijk. Dat is echt zo mooi. Wow, wow, wow. Leuke huwelijksreis dit zo. Wow. Dit was Avery's wereld. Lol. Dus. Oké. Netjes. Nou, nee, die is echt. Met die smerk. My money's on that one. One's still intact. Uh-huh. Not so bad at this either. Yeah, well, you know, I've had a little practice, read a few books. Shit. Wat? What? Wat ziet ze? Toch niet de mannen weer. Ah, oh, Rafe en Sam. He's still alive. Hij leeft nog. En hij leeft nog. En hij leeft nog. En hij leeft nog. Maar hoe en wat en waar en hoe. Keep your eyes open for shoreline types. Yep. Dat wordt nog wat hier met die shoreline types. Maar dat doen we de volgende keer. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Uncharted 4. Hoop weer dat je ervan hebt genoten. Ik heb er enorm van genoten. Deze game, jongen, is echt kree-kree. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Laat een duimpje omhoog achter, hè. Doei, doei. Wat bijna schrikken. En weg jij. Zoveel explosies hadden we hier kunnen maken. Maar dit is toch ook wel een leuke manier. Vooral omdat je nu met Elena bent. Je vrouw, weet je wel.